Illustreer op die volgende diagram die invloed van de afname in proportionele inkomstenbelasting op die evenwichtsvlak van inkomen in een eenvoudige Keynesiaanse model van een gesloten economie. Sjoe, dat is een mondvol. Dat is een mondvol, want niet net die vraag wordt hier gegeven, maar ook die, al die richtlijnen oor hoe om die vraag te beantwoorden. Wat moet ons illustreer? Die invloed van de afname in proportionele belasting. Sommige op enig model? Nee, op die evenwichtsvlak in die eenvoudige Keynesiaanse model van een gesloten economie. Dit beperkt ons. Al weet ons alles van die effect van belasting in die ADA's model, is dit niet wat gevraagd wordt nie. So, dus hoe kom ik sê, ons krijgt ook die richtlijnen binnen die vraag. Ons moet die effect van belasting op inkomen gaan aantoon. So ons moet daarbij uitkomen. Ons moet dit illustreer, daarom moet ons met een grafiek werk. Nou is dit hier een belangrike bijkomende richtlijn. En ek onthou om jou diagram bijskrifte te gee. Dit plaas ook die discipline op jou. As jy weet, ons werk met die Keynesiaanse model, dan het ons af en y op die vertikale en horizontale as. Ons het die 45 graden lijn wat al die punte aantoon waar besteding gelijk is aan inkome. Ons het ons bestedingsfunksie A en die afsnit op die vertikale as autonome besteding. En ons dui ook ons aanvankelijke ewigs inkome aan. Nou goed, die vraag sê eindelijk, gegeven die positie, gegeven hier die model, wat is die effect van de afname in proportionele belasting? Denk so vir oomblik. Betaal minder belasting, ons betaal minder belasting. So ons besteedbare inkome, yes, dit gaan opskuif. En as ons besteedbare inkome verhoog, het ons meer om te bestee, totale besteding verhoog, en ons het een positieve effect op die besteding op inkome is positief. So, bedaling en belasting leidt tot een toename in besteedbare inkome, wat leidt tot een toename in besteding. En hierdie toename in besteding, die toename in besteding leidt weer tot een toename in ewigs inkome. Ja, jy ken mos die story. Al wat ons moet doen, is om dit grafisch voor te stel. Dit is die model waarmee ons werk. Die afname belasting leidt tot een toename in besteedbare inkome en daarom een toename in besteding. Daarom gaan ons meer spandeer. Die bestedingskromme gaan op. Maar onthou, ons werk met de proportionele inkome belasting. Daarom word die autonome besteding nie beïnvloed nie. Slechts die deel wat afhankelijk is van inkome of dan die geïndiceerde gedeelte word beïnvloed, besteding verhoog en ons bereik een nieuwe ewigs inkome vlak in die economie. Ons sê, ons het net nog gesê, in die vraag is ook al die riglyne. Dan, nou dat ons die vraag gedoen het, kan ons ook wat ons geteken het gebruik om te sien, het ons aan al die riglyne voldoen. Toen die effect van een daling in belasting op inkome. Gebruik die Keynesiaanse model van een gesloten economie. Ja, ons het die rechte notatie A en I. Besteding verhoog as gevolg van die verlaging in belasting en inkome verhoog.